Hoi iedereen en welkom bij Fem. In de video van vandaag deel ik met jullie mijn favoriete beauty fabels en feitjes. Want sommige dingen die je dan ziet op het internet, dan denk je, is dat waar of niet waar? Maar als je dan verder logisch nadenkt of als je echt research gaat doen naar speciale huidtherapeuten, ik noem maar wat, die dan iets anders daarover schrijven, dan weet je gewoon wie er gelijk heeft. En ik heb dat dus gedaan en ik ga vandaag dus mijn fabels en feitjes met jullie delen die ik gewoon leuk vind om aan jullie te vertellen. Dus als je daar benieuwd naar bent, blijf dan vooral kijken en ik wens je veel plezier. De eerste feit die ik wil benoemen is dat aspirintjes goed zijn tegen puistjes. En waarom? Dat komt omdat in aspirintjes salicylzuur zit. En salicylzuur is een product wat ervoor zorgt dat puistjes sneller genezen. En salicylzuur vind je ook onder andere terug in een aantal producten die je van de dokter krijgt bijvoorbeeld. Of in acneproducten zit het ook wel vaak in verwerkt. En salicylzuur zit dus ook in aspirintjes. En je kunt bijvoorbeeld zelf een maskertje maken of een soort van pasta die je op je gezicht kunt smeren. Die je even laat inwerken en die je daarna weer van je gezicht afspoelt. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan honing dat je dan mengt met aspirintjes, dus geplette aspirintjes. En dat kun je even op het gezicht smeren. En ik heb het zelf ook vaker gedaan. Als ik bijvoorbeeld last had van onzuiverheden, dan smeerde ik het op het desbetreffende plekje waar ik het nodig had. En dan trok het ook vrij snel weer weg. En natuurlijk, het is niet meteen weg, maar het heeft wel gewoon een paar dagen nodig om te herstellen. Maar ik merkte wel dat als ik aspirintjes erop smeerde, dus geplette aspirintjes, dat het dan gewoon veel sneller herstelde en dat de roodheid ook sneller verdween. Wel handig om te gebruiken tegen puistjes. Dus dat was feit nummer 1. Feit nummer 2 is, je bent wat je eet. En daar zijn heel veel meningen over verdeeld. En iedereen denkt van ja, maar wat ik eet, dat gaat niet naar mijn gezicht. Maar het is wel zo, want als jij bijvoorbeeld heel erg gezond leeft en gezond eet en veel water drinkt, dan zul je ook merken dat je gezicht en dat je huid ook gewoon soepeler wordt en dat je gewoon straalt. En ik merk het zelf ook, als ik bijvoorbeeld een hele week lang alleen maar ongezond heb gegeten, dan ziet mijn gezicht er heel erg grauw uit. En mijn gezicht straalt niet meer. En dat merk ik gewoon ook direct, dat ik bijvoorbeeld meer last krijg van onzuiverheden als ik de hele week McDonald's heb gegeten bijvoorbeeld, of patat of andere ongezonde dingen. Het is echt zo dat gezond eten impact heeft op je huid, maar ook op je lichaam en ook op je haar. Want je haar groeit gewoon sneller als je veel vitamine binnenkrijgt. En daarbij kun je dus denken aan veel fruit eten, veel groente eten, de groenten die je nodig hebt per dag. Een gezonde levensstijl zorgt gewoon voor dat jouw huid gaat stralen, dat je haar sneller groeit en dat je gewoon beter voelt. Dus dat is ook zeker een feit die ik wilde benoemen in deze video. Feit nummer 3 is, stress veroorzaakt rimpels. En dat is echt waar. Daar is ook research naar gedaan, want er zit collageen in onze huid. En stress zorgt zeg maar voor dat collageen afbreekt. Dus dan kun je inderdaad sneller rimpels krijgen. En wil ik ook gewoon gelijk benoemen dat rook ook heel erg slecht voor je huid is. En dat is, ja, de een die ervaart dat minder erg als de ander. Maar rook is wel degelijk slecht voor je huid. Je zult sneller rimpels krijgen en daarvoor rook ik zelf ook niet, want ik weet gewoon dat het niet goed is voor mijn huid. En no offense voor die mensen die wel roken, maar je zult het nu nog niet meteen zien. Maar later, als je wat ouder wordt, zul je echt direct merken dat je huid gewoon slapper wordt. En dat ook roken niet goed is voor de huid, want je krijgt gewoon rimpels ervan. Dus roken is slecht voor de huid, dat is één ding wat zeker is. En collageen breekt af als je stress hebt, dus dan heb je gewoon veel sneller rimpels dan dat je wenst. Dus als je iedere dag stress hebt, dat is gewoon niet goed voor de huid, want dan breekt het collageen gewoon af. Dus dat was feit nummer 3. Oké, laten we beginnen bij fabel nummer 1. En dat is, tandpasta werkt tegen puistjes. Nee, dat is niet waar. Want heel veel mensen die denken dat als je tandpasta smeert op je puistjes, dat het dan wegtrekt. Dus dat ze dan uitdrogen. En als je bijvoorbeeld nu per direct op een zuiver puistje, dus een net geboren puistje noem ik het maar eventjes, als je daar dan menthol op smeert of tandpasta wat echt gewoon in de huid trekt, dan zul je ook merken dat de volgende dag je puistje alleen maar roder wordt. En als je huid uitdroogt door de tandpasta, dan gaat het ook meer talg produceren, waardoor je dus gewoon nog meer puistjes of onzuiverheden kunt krijgen. Dus of het goed is voor de huid, nee. Dus dat is gewoon echt een fabel. Dus als jij ooit dacht dat tandpasta helpt tegen puistjes, dan heb je het goed mis, want het is niet waar. En het droogt het alleen maar een beetje uit. Maar je huid gaat er ook van irriteren en soms wordt het alleen maar roder en roder. En als jij gewoon de juiste producten gebruikt voor het uitdrogen van je puistjes, zoals bijvoorbeeld benzoylperoxide of andere producten die je van de apotheek of van de arts kunt krijgen, dan zul je merken dat je huid daar blijer van wordt. Want als je inderdaad tandpasta gaat smeren, dan wordt je huid daar echt niet vrolijk van, geloof mij maar. Dus dat was de eerste fabel die ik met jullie wilde delen. Fabel nummer 2 is, gespleten haarpunten kun je laten behandelen. Is niet zo. Vaak zie je bijvoorbeeld op een conditioner of een haarshampoo staan van de gespleten haarpunten worden hersteld. Of er zijn bepaalde behandelingen die de haarspleten dus kunnen herstellen. Maar dat is echt niet waar, want je kunt gespleten haarpunten slechts verdoezelen. Dus dat je het eventjes camoufleert door bijvoorbeeld een lekkere conditioner of een dik serum te gebruiken, waardoor het zacht en glanzend lijkt. Maar gespleten haarpunten die kunnen gewoon niet hersteld worden, want het is oud haar, sowieso wat hier hangt. Dit is
echt al jaren oud, wat hieronder zit. En hierboven is het enige wat nieuw en vers haar is. Dus je kunt het sowieso niet herstellen. Het enige wat je kan doen is je gespleten haarpunten laten knippen. En dan, ja, dan groeit het gewoon weer wat verser aan, want hier begint het verse haar. Dus als jij dit stukje laat afknippen, dan begint het steeds jonger te worden. En natuurlijk, er is ook iets gezegd over hoe vaker je haar knipt, hoe beter het is voor je haar en hoe sneller het groeit. Maar ook dat is niet waar, want natuurlijk, het is goed om je haar te knippen, maar 1 keer in de 3 maanden moet gewoon voldoende zijn om de haargroei te bevorderen. En 1 keer in de 3 maanden is gewoon echt genoeg. Sommigen die denken dat als je iedere maand je haar knipt, dat het dan je haargroei stimuleert, maar dat is gewoon niet zo. En daarbij kun je gewoon beter bijvoorbeeld je hoofdhuid masseren, want dan stimuleer je de haarwortels. Als je gewoon lekker je hoofd inmasseert, als je shampoo aanbrengt, het begint allemaal vanaf boven. Dus hier bovenop gebind. Hierboven gebeurt de haargroei. Dus als je hier dit stimuleert om te groeien, dus dat je het masseert en gewoon ja, de shampoo lekker inwerkt, dan gaat het pas groeien. En het is niet zo dat als je iets doet aan de punten of als je iets doet met knippen, dat je haar dan gaat groeien. Want hieronder is gewoon oud haar. Dus dat is echt de grootste fabel die ik ooit heb gehoord. En dat is ook dus gewoon niet waar. En gespleten haarpunten, die kun je niet kwijtraken. Die kun je dus alleen maar verdoezelen met bepaalde producten. Maar als je dan weer gewoon je haar uitwast met shampoo alleen en die producten dan niet gebruikt, dan zul je zien dat je gewoon direct weer die gespleten haarpunten echt duidelijk ziet terugkomen. Dus no, het is niet waar. Dus geloof het niet wat ze zeggen. Gespleten haarpunten kunnen gewoon niet weggaan. Fabel nummer 3 is, je krijgt acne als je onhygiënisch bent. Is ook niet waar. Heel veel mensen zeggen dat als je je huid niet goed was of als je huid niet goed schoonmaakt door het nooit 's avonds te reinigen of zo, dat je dan last krijgt van acne. Is echt niet zo, want het acne, zeg maar, dat heeft gewoon te maken met hormonen en dat kun je vaak, natuurlijk, je kan het een beetje voorkomen door je huid wel gewoon goed te reinigen, maar het zegt niet dat als iemand acne heeft dat die persoon onhygiënisch is. En acne, dat komt gewoon van binnenuit. Dat heeft echt met hormonen te maken. En sommige mensen die hebben daar gewoon last van. Dus als iemand zegt tegen jou van je moet nog beter reinigen, is niet zo. Tuurlijk, je moet niet 's avonds gaan slapen met make-up op. Dat is gewoon niet goed voor je huid, want dan verstop je gewoon je talgklieren. En je poriën raken ook gewoon verstopt. Dat is niet fris. Je moet wel gewoon je huid regelmatig reinigen, 's ochtends en zowel 's avonds. Vooral 's avonds, want dan kan je alle viezigheid eraf halen en lekker een crème aanbrengen. Maar het is gewoon niet zo dat je heel vies bent of onhygiënisch als jij acne hebt. Natuurlijk, want je moet het echt wel goed schoonhouden. Maar niet te schoon, want dan produceer je weer veel talg en dan gaat het juist erger worden. Dat was alweer de laatste fabel die ik met jullie wilde delen. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat mijn favoriete fabels en feitjes zijn op dit moment. Want ik zie deze het meest voorbij komen en dit zijn ook de meest goede die ik kan onthouden. Want tandpasta, dat hoor je zo vaak dat mensen dat bijvoorbeeld op hun huid smeren. En heel veel mensen die zeggen ook tegen me, ja, maar gespleten haarpunten kun je herstellen door bepaalde shampoo te gebruiken of een bepaalde conditioner of een haarmasker. Maar dat is gewoon echt allemaal niet zo. En die feiten die vond ik ook wel handig om te benoemen aan jullie, want ja, dat is gewoon handig om te weten. Dus ja, laat ook jouw favoriete fabels en feitjes achter in de comments. Dat vind ik ook wel leuk om terug te lezen. Want de een denkt er weer zo over, de ander denkt er weer zo over. En tuurlijk, correct me if I'm wrong. Als ik iets verkeerd heb gezegd in deze video, maakt niet uit. Als je me wilt verbeteren, dat vind ik alleen maar fijn. Want ik heb dit gewoon opgezocht. En het kan ook zijn dat ik het helemaal verkeerd heb. Maar bij de meeste dingen weet ik gewoon dat het niet zo is of wel zo is. En ik heb dan ook gewoon echt gezocht naar ingrediënten zoals salicylzuur. Ik weet dat het goed is tegen puistjes. En dat tandpasta gewoon heel erg slecht voor je is. Dus het waren in ieder geval mijn favoriete fabels en feitjes die ik met jullie wilde delen. Dus als jij beter hebt en nog leukere weet, laat het gewoon achter. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag weer in de volgende video. Doeg!